Hey levensgenieters, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe review van Bier en Spijs en Thuistijd. Vandaag doe ik een mysteriebier, tweede mysteriebier van Remy, van Bierkik Holland. Zoals jullie zien. Ik weet niet wat het is, dus we gaan raden op de kleur, smaak, geur, alles. Je ziet ook dat het een zwart dopje is. Dus we gaan lekker weer een mysteriebier doen. Mooie sis. Hij ruikt al wel lekker. We gaan het zien. Hij heeft een mooie kleur. Mooie schuimkraag. Te zien. Mooi koolzuur. Heel licht. We gaan naar de geur. Ruik ik een beetje sinaasappelgeur, mandarijnsgeur. Ik zit zelf te denken aan een IPA. Die heeft meestal van dit soort geuren. We gaan naar de smaak. Remy, proost. De sinaasappel komt er mooi terug. Heel mooi subtiel, niet overheersend. Hij is lekker drinkbaar. Schat dat het een Nederlandse brouwerij is. Van ongeveer 6,5%. Een IPA, denk ik aan. Als ik dit zo bij een gerecht moet doen, zo blind, zou ik lekker bij een visje doen of frisse salade. Of lekker bij een fruitsalade, kan ook heerlijk zijn. We gaan hem openmaken. Met het alcoholpercentage zit ik al verkeerd. Ook voor bierstijl. Kijk of ik het met je laten zien. Hij is 5,2%. Even kijken. Ze zien, het is een pale ale. Een kleine jonge man die wil ook even meekijken. Ik vind het altijd wel propje hartstikke leuk. Hé Dips? Even kijken. Het is geen Nederlandse brouwerij. Het is een Duitse Vakbond brouwerij. Hij set up my pony and me. Hij kijkt gezellig even mee. Altijd leuk. Als ik ook een propje maak van het papier, dan gaat hij altijd wel achteraan. Hij wordt ook blij van propjes. Hier op zijn kaarten. Dus in principe, ik vind het een lekker bier. Remy, dankjewel weer voor dit mooie bier. Willen jullie meer van me zien? Of mysteriebier sturen, dat kan altijd. Ik zal mijn link via Facebook in de omschrijvingsboxjes neerzetten. En zie jullie graag volgende keer weer hier bij Bier en Spijs met Thuistijd.